Dames en heren, mijn excuses. Ik ben een beetje dom geweest en heb alle mediafiles verwijderd om meer plek te maken op mijn telefoon. Alleen was ik vergeten om de vlogs te produceren. Oftewel, alle filmpjes van zondag, zowel deel 1 als deel 2, heb ik niet meer. Inclusief de vlogs. Sorry daarvoor. En nou? En nou, nou alleen van vandaag, jongens. En gisteren. Ja, vandaag wordt hij leuk. En nou jongens, dag nummer 8, 7, de beste dag zeg maar. De beste dag. Chillen naar huis. Want we zijn onderweg terug naar huis. Althans, dan nog niet, maar wel onderweg terug naar het vliegveld. We hebben een busje gehuurd, past helaas maar 27 man in. We zijn met z'n negenen, dus dat ging net. En ja, wij zien jullie straks weer. Toch iets? Ja. Ja, jij zei 7 dagen regen. 7 dagen regen, dat is wel snel. Ja, maar we hebben 7 dagen, 5 dagen gewoon alleen maar 25, 30 graden zon gehad. Dat is echt een aanrader voor mensen om op vakantie naartoe te gaan. Daar zijn we dan, jongen. Nog een paar uur en dan zitten we weer een kleine 13 uur in het vliegtuig naar Istanbul. Heb je er zin in? Enorm veel zin in. Ik vind het leuk om te vliegen, jongen. Ik ook. Vooral die lange vluchten. Alleen nog niet open, dus even wachten weer. Een half uur. Kom half uur om in de rij. Zojuist door de douane heen gekomen en iemand van ons wordt kei gek hier. En ze hebben hier geen bar, ja. Ja, hè, Edward? Ze hebben hier geen bar, dus een. geen pils, oi oi oi. Het is nu 2:05. Om 5:00 vliegen wij. Ik denk dat we rond 1:04 kunnen boarden. Dus op zijn minst nog 2,5 uur wachten. Het is hier kei groot, dus we kunnen heel veel zien. We
maar niet. Dat wordt nog wat. Tot jou hoeft er niet uit nou toch? Alles mee, dan wordt het rond klaar. Inmiddels mag ik weer vloggen, dus we zitten in het vliegtuig. Nee, daar heb ik deze beurt. Het is een uurtje. Alweer, de fout. Twee uurtjes naar Sint Mauritius. Waarvoor moet ik in Pamuk? Ben ik bang? Dan vliegen wij weer naar Istanbul om daar weer vervolgens te wachten op de boarding naar Amsterdam. Dat moet je erin hebben. Best groot. Nee, ik kom niet. Inmiddels zijn we op Mauritius. Sinterklaas-eiland aangekomen. En hier moeten we even blijven wachten totdat we naar Istanbul kunnen gaan. Wacht pas. We zijn aangekomen op Istanbul. Het is nu 6 uur lokale tijd. 30 graden kouder. Midden in de nacht eigenlijk. Bij jullie is het 4 uur thuis. Nog 2 uur wachten. Om 5:08 vliegen we terug naar Amsterdam. Dus we zijn bijna thuis. Het is hier gelukkig ook niet druk, dus we hoeven ook helemaal niet te wachten. Maar gelukkig worden we nu ergens anders mee naartoe genomen. En staan we voor in de rij. Ook lekker geregeld deze keer. Komen we aan op Istanbul, moeten we opnieuw door de douane, dus alle flesjes water die we gekregen hebben in het vliegtuig, mocht er niet meer mee. Nou, wij zijn onderweg naar de gate. We vatten nu de lift, denk ik. Ja, toch wel. En dan... Nee, dat weet ik, maar ik zei het wel aardig benauwd. Oh, we zijn terug in Nederland, we zitten in de slurf vanuit het vliegtuig en het wachten begint alweer. Het lijkt wel of het niet meer ophouden. Ik wil naar huis. Ik ga met jou mee, Joey. Goed. Ja. Wij zijn onderweg naar de bagagehal. Ik wil alle mensen thuis even bedanken voor het kijken naar onze vlogs elke dag. Jullie zijn allemaal toppers. Net als ons. Nee, zonder grappen. Hartstikke bedankt. Ik vond het leuk om te doen. Ik ga het hierbij afsluiten. Ik ga thuis nog wel even kijken of ik wat software kan downloaden om de verloren bestanden terug te halen en de vlogs van zondag opnieuw te maken. Ik beloof niks, maar ik ga mijn best doen. Doei!